De 750-jarige Stevenskerk sluit feestjaar af met de heropening van gloednieuwe kapellen. Het is dé blikvanger van Nijmegen, de Stevenskerk in het Hartje Centrum. De kerk bestaat al 750 jaar en dat werd dit jaar groots gevierd. Ook wordt het oude bouwwerk grondig gerenoveerd. Donderdag vindt de officiële heropening plaats, maar wij namen alvast een kijkje bij de gloednieuwe kapellen die straks in gebruik worden genomen. Welkom in de Stevenskerk. Dit is dan de Noorderkapel, uitgewerkt de deuren en de meubels in het leerthema, omdat hier in de middeleeuwen de leerlooiers hun altaar hadden staan. Nu wordt het de Droomkapel, een voorziening waar mensen, bezoekers van de kerk, koffie kunnen drinken. Een van de kenmerken van de Stevenskerk is een bedehuis. Er worden hier diensten gehouden door de Ecumenische Gemeenschap van Nijmegen. Maar op dezelfde dag kunnen er ook concerten plaatsvinden. We investeren in warmtepompen, in nieuwe vloerverwarming, in nieuwe luchtbehandeling. Doordat er grote glazen wanden ingezet zijn, is het zicht op die kapellen verbeterd. Maar er komt ook het licht wat beter de kerk binnen. Hier komen dan de Zuiderkapel binnen. De eikenhouten vloeren van hergebruikt materiaal. De toren is van de gemeente. In de tijd van de Napoleon zijn de torens in heel veel steden in Nederland gevorderd voor militaire doeleinden. De kerk is een eigendom van de stichting. In de restauratie zitten we nu midden in een groot programma. Totaal ongeveer 10 miljoen voor beschikbaar is. Kregen van overheden en donateurs van de kerk. Zodat we ook niet alleen een monument van het verleden zijn, maar ook een monument en een duurzaam monument van de toekomst. Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Weteringse straat in Wamel is dinsdagochtend een man om het leven gekomen. Hij is met zijn auto in het water beland, meldt een woordvoerder van de politie. Over de identiteit van een man kan de politie nog niets bekendmaken. Dinsdag stond Ilonka B. uit Elst voor de rechter voor de moord op haar man Wim in september van vorig jaar. Ze zou hem met een bel hebben vermoord en vervolgens verstopt hebben in de kruipruimte van haar woning. Zijn lichaam werd in mei van dit jaar pas gevonden. Afgelopen juni is de man na een bijeenkomst in het dorpshuis in Hemmen in besloten kring gecremeerd. De beschadigingen van de stuw in de Maas bij Nederasselt en Grave was het gevolg van een menselijke fout tijdens werkzaamheden. Dat meldt Omroep Brabant. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misging. Een aannemer was vrijdag bezig bij een onderdeel dat ervoor zorgt dat delen van de stuw open en dicht kunnen. Er ging iets mis in de constructie, waardoor er een gat ontstond. Het water in de Maas kon daardoor wegstromen. Het gevolg was dat het waterpeil in de rivier snel daalde en het scheepvaartverkeer kwam ook gedeeltelijk stil te liggen. De kapotte stuw trok al snel veel bekijks van mensen in de buurt, toeristen en dagjesmensen. En die zagen een hoeveelheid water die door de stuw werd geperst. Tweede Kamerlid en Nijmegenaar Lisa Westerveld is genomineerd voor de Radboud Alumni Award 2023. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een alumnus die maatschappelijk betrokken is en bijdrage levert aan een vrije wereld met gelijke kansen. Naast Westerveld is onder meer ook Nila Petty genomineerd. Zij kwam de afgelopen jaren vooral in de schijnwerpers door haar afvalvrije manier van leven. De awards worden uitgereikt op 29 september tijdens een gala in Concertgebouw De Vereniging. Het mooie nazomerweer van deze week nodigt natuurlijk uit om nog even een verfrissende duik te nemen in natuurwater. Zeker nu dat zijn warmste punt van het jaar heeft bereikt. Hoe mooi is het dan als je daarmee ook nog eens geld kan ophalen voor het goede doel? Aanstaande zondag kun je tijdens Swim to Fight Cancer geld ophalen door te zwemmen in de Nijmeegse Spiegelwaal. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker. Nijmeegse vechtsportlegende Perry Ubeda is ambassadeur van het initiatief. Hij hoopt op wederom een mooie opbrengst. Ja, dat is natuurlijk dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar komt door sponsoring. Mensen kunnen dus mij ook persoonlijk, het geld gaat natuurlijk naar Swim for Cancer, maar mij persoonlijk ook sponsoren, zodat er meer geld er wordt gehaald voor onderzoek. Want helaas, ik hoorde van de week uit het nieuws dat er jaarlijks 500 kinderen gediagnosticeerd worden met kanker. Dus er is nog genoeg geld nodig voor onderzoek en daar organiseren we dit evenement voor. Waar hoop je op voor die 10 september?
op natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers. En we hebben dus inmiddels al meer dan 200 mensen ingeschreven. Volgens mij hebben we al iets van met die 200 mensen en sponsors natuurlijk iets meer dan 100.000 euro opgehaald. Dus we hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Want alle mensen die meedoen kunnen door vrienden, bekenden met kleine bijdrage gesponsord worden. Waardoor we zoveel mogelijk ophalen. En hoe kan je doneren? Doneren kun je heel makkelijk door als je zeg maar naar de site gaat, Swim for Cancer en dan Nijmegen. En dan kun je uitzoeken, kun je ook nog kijken van hey, als je dus een vriend of bekend meedoet of team doen ermee of mij bij wijze van spreken. Dan kun je, zoek je op naam en dan kun je sponsoren. Dus heel, dat kan via een tikkie, dat kan via een eenmalige bijdrage overmaken, bank overmaken. Dus het is eigenlijk heel makkelijk allemaal. Waar kunnen ze zich aanmelden? Op swimforcancer.nl/Nijmegen. Dan kom je vanzelf in contact met de organisatie. Nou ja, mensen, ga lekker meedoen, zou ik zeggen. Ja, dan kijken we nog even naar de berichten op de sociale media. Over Betuwe Nieuws laat via Instagram weten dat de oude school, het dorpshuis van Hemmen, afgelopen zaterdag haar 40-jarig bestaan heeft gevierd. Het dorpshuis werd in 1983 geopend en speelt een belangrijke rol in het verenigingsleven van Hemmen en Zetten. Alle inwoners en gebruikers van het pand waren dit weekend welkom. De politie over Betuwe laat weten dat er op zondag 8 oktober weer een Drive Experience wordt georganiseerd op de gemeentewerf in Elst. Tijdens deze rijvaardigheidstraining kun je nog beter leren omgaan met speciale omstandigheden zoals een glad wegdek. Aanmelden hiervoor is verplicht en deelnemen is gratis. En gemeente Nijmegen laat weten dat zij afgelopen week opnieuw een controleavond hebben gehouden op het station Nijmegen. Er werd bijvoorbeeld gecontroleerd op het reizen zonder vervoersbewijs, roken op het perron, wildplassen of overlast veroorzaken. Deze keer zijn er maar liefst 121 boetes uitgedeeld. Deze controleacties vinden geregeld plaats en de gemeente laat weten hier ook mee door te gaan. Ja, afgelopen zondag was hij er dan eindelijk, de fandag van NEC. Eerder werd deze afgelast vanwege het slechte weer. Het was ook even een goed moment voor de spelers om in het zonnetje te staan, zeker na die slechte seizoenstart. Naast dat er van alles te doen was voor de jonge supporters, kon je ook een kijkje nemen in de spelersbus, een fanwear kopen in diverse standjes. Hoogtepunt van de dag was natuurlijk de spelerspresentatie. Eén voor één werden de stafleden en spelers het podium opgeroepen. De selectie is nu compleet omdat de transfermarkt is gesloten. Dirk Proper ontving nog een cadeau vanwege zijn 100 wedstrijden voor NEC. Na de presentatie namen de spelers uitgebreid de tijd om op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen. Ook vorige week was er een spelerspresentatie, maar dan van de bijzondere eredivisie en het rolstoelteam van NEC. Ook dit jaar zal NEC maatschappelijk weer met een team meedoen aan de bijzondere eredivisie. Ja, en dan nog het weer. De hele zomer word je weggespoeld van de camping met de vele regen en je gaat weer aan het werk en het wordt ineens tropisch warm. Zo kennen we het Nederlandse weer weer. We moeten er deze week toch maar eventjes van gaan genieten, want morgen wordt ook weer een mooie dag. Zon overgoten, zonder maar één wolkje aan de lucht. Temperaturen komen nog zelfs iets warmer uit als vandaag, 31 graden. Ook als we verder de week in kijken, blijft er nog even genieten. Donderdag wordt het precies hetzelfde weer als morgen. En vrijdag verandert er eigenlijk ook niet veel. Pas in het weekend neemt de temperatuur een klein beetje af en ontstaat er wat meer bewolking. Maar voorlopig is het gewoon nog volop zomer. En tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 5 september. Volg ons ook even op Facebook, X en op Instagram via RN7 online. En houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!